Let's go. Kijk nou. Oh, ik ben heel erg benieuwd. Hoi en leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een Shein shoplog voor jullie. Het is pittig veel, echt heel veel. Ik heb 15 items besteld en dan denk je, oké. Maar ja, als je het dan ziet denk je, oké, het is best wel heel erg veel. Alvast twee disclaimers. 1. Ik heb het zelf gekocht. Heel veel YouTubers hebben toevallig nu deze tijd een Shein samenwerking. Ik niet. Dus ik heb het gewoon zelf betaald. En het waren dus 15. Wauw, Floor. Het waren 15 items. En volgens mij het was bijna €200 wat ik ervoor betaald heb. Maar ik heb een kortingscode gebruikt van Esme Geel. Nou weet ik even niet wat dat was. Want ze had dus een samenwerking en korting. Misschien dat ik het even kan opzoeken. Maar anders zou ik zeggen, check even haar video. Hier. Kortingscode SSHQ03. Ik zet het hier in beeld. Die heb ik gebruikt. Waardoor ik bijna €30 korting heb gekregen. Dus dat scheelt. Dus ben jij benieuwd wat ik allemaal bij Shein heb besteld? Dan gaan we snel verder kijken. Want het is een heleboel. En heel erg leuk. Vast een disclaimer, mijn haar die wil niet zitten. Ik ben een weekendje weg geweest en heel veel gezwommen. En oh, vreselijk, ik ga woensdag naar de kapper, dus over 2 dagen. Plus ik heb bijna geen make-up op, want ik heb net gezond en mijn foundation matcht niet meer. De doos met allemaal Shein items. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik had namelijk in een opwelling dit allemaal besteld. En toen dacht ik, oké, what the fuck heb ik allemaal besteld? Maar goed, ik ben benieuwd. Dus laten we snel beginnen. Ik heb trouwens nog nooit wat bij Shein besteld. Dus dit is mijn allereerste keer. Ik heb allerlei verhalen gehoord dat het altijd goed gaat. En ik heb ook een mailtje gehad dat... Of tenminste, het staat ook allemaal op de app trouwens. Dat Shein ook tegenwoordig gewoon legaal, zeg maar, naar Nederland verzendt. Dus als het goed is, hoef je nooit invoerrechten en kosten en al dat soort omgang te betalen. En wanneer heb ik het besteld? 17 mei heb ik het besteld en 30 mei is het aangekomen. Dus dat is op zich prima. Ik zet alle linkjes in de beschrijving mocht jij een interesse hebben in een bepaalde items. En dan ga ik nu echt beginnen, want ik ben weer aan het treuzelen en het is veel, dus we moeten er snel doorheen. Oké, we gaan er gewoon voor. Let's go. Oh, wow. Een doos in de doos. Die zag ik niet aankomen. Kijk nou. Oh, ik ben heel erg benieuwd. Eerste item. Het is wel chill dat het trouwens allemaal van die zakken zit. Oh, ja. Oh, ik had trouwens echt wel een beetje struggles met, oké, welke maat moet ik voor alles doen? Ik heb in het normale leven eigenlijk altijd een S. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik ga niezen. Poeh, het is trouwens ook bloedverziekend heet. Geen nies, oké, en door. Dus ik heb een S gedaan en ik hoop dat dat een goede keuze was. Ik ga met de aanbeelden vertellen hoe het zit. Want ik kan nu wel vertellen, goh, mooi stofje. Maar als ik het aan heb, misschien denk ik dan wel heel wat anders. Dus met de aanbeelden komen wat meer informatie. Maar dit is het spijkerbroekje in het zwart. Dat had ik nog wel nodig met scheuren. En dat vind ik hier wel echt een heel erg mooi detail eraan. Dus hier ben ik in ieder geval blij mee en ik hoop dat ik hem pas. Ik heb het broekje aan en ik dacht toen ik het aantrok... Nou, misschien had ik een M gemoeten, maar ik heb hem aan. En ik denk, nou, dat is helemaal niet waar. Zit echt top. Ik had echt geen M gemoeten. Ik vind de ruffles hier heel erg mooi. De scheuren ook. Dat maakt het toch wat meer af. En de achterkant zit ook gewoon goed. Je ziet niet mijn kont uitsteken. Dat heb ik heel erg snel met broekjes. Wat ik wel apart vind, is dat hier zo'n uitsnede is. Maar ik vind het niet storend. En hij zit ook gewoon perfect qua hoogte. Echt gewoon een beetje high-waisted eigenlijk. Ja, hij zit gewoon super en hij zit gewoon lekker stretch. Dus hier ben ik ook echt mega blij mee. Deze heb ik in een maatje S besteld en hij was €11. Zonder korting. Alle bedragen die ik nu zeg is zonder korting. Maar hij, officieel is het bedrag dus €11. Dan, volgende item. Is dit te leuke jurkje? Wacht even, hoe zit dit? Dit is het jurkje. Het is gewoon een groen-wit stippeljurkje. Met gewoon spaghettibandjes. Wat ik zelf wel heel erg fijn vind voor in de zomer. Maar aan de voorkant heeft hij dus, even kijken hoe dat zit. Hier, van die uitstekende stofjes wat je dus kan knopen. Maar dat zie je wel aan het aanbeeld. Deze vind ik wel heel erg cute. Oh, en dit is ook wel heel erg chill. Je kan het verstellen. Dus strakker maken. En dat vind ik zelf wel echt
ideaal. Het stofje is echt heel erg zacht. Dat is wel chill. Wat voor soort stofje is dit? Kan ik dat zien? Het is 97% polyester en 3% spandex. Ja, dat zegt mij helemaal niks. Maar volgens mij polyester is sowieso altijd wel zo'n goedkoop stofje. Maar goed, wat verwacht je ook van Shein? Maar het voelt echt super chill en ook heel stretch. Dus hier ben ik heel benieuwd naar. Nou, dit jurkje vind ik het minst van allemaal. Ik snap de bovenkant niet helemaal. Kijk, zoals je kan zien, als je een BH aan hebt, zie je dat. En ik heb dat strikje nu echt op heel veel manieren geprobeerd. Maar zo zit het nou eenmaal. Als ik hem hoger doe, nou, dan is het natuurlijk nog erger. Als ik het lager doe, dan, ja, dan heb je dit best wel heftig. Maar dan zie je nog steeds, zeg maar, gewoon je BH. En dan gaat het hier ook heel erg zo. Maar ik moet zeggen, als je hem lager hebt, zit het wel het best. Maar alsnog zie je je BH. Dus ik snap het jurkje niet helemaal. Hij zit ook echt super lekker. En als het echt vet warm is, is het ook gewoon echt heel erg mooi. Maar de bovenkant weet ik nog niet zo goed. Ja, of je moet er geen BH onder dragen. Maar er zit totaal geen vulling of strakheid in. Dus het gaat lekker hangen allemaal. Maar goed, ik denk dat dat de enige optie is. Geen BH. Dit jurkje heb ik in de maat S besteld voor 15 euro. Oh ja, dit is leuk. Wacht, nu ga ik een outfitje laten zien. Ik zag wat dingetjes en ik dacht, oeh, dit is denk ik heel erg leuk bij elkaar. Dus een outfitje die er nu aankomt. Ja, kijk nou. En dan staat er baby. Ik vind het een beetje, ik weet niet, speelse vibe hebben. Dus daar hou ik wel echt van. En ik hou van felle kleuren, zoals jullie wel weten. En gewoon een wit shirtje. En het is gewoon een simpele t-shirt dress. Maar ja, dat baby met die kleurtjes maakt het heel erg af. Maar goed, ik had dus een leuk outfitje in gedachten. Maar dat ga ik nu zo laten zien. Deze was, dit is een maat S en die was 12 euro. Ik moet zeggen, voelt ook weer lekker goed aan. Best wel stevig ook. Voelt helemaal niet zo cheap. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Oh, hier ben ik ook heel blij mee. Als het past. Dit is het biker shirtje. Kijk nou. Heel leuk. Wel een ander stofje dan ik had verwacht. Ik had echt, dit is een soort t-shirt katoen stof. Ja, katoen 32%, polyester 62%, spandex 6%. Maar goed, het is echt een beetje een t-shirt stof. Dus ik denk dat dat wel heel erg doorschijnt. Maar goed, met een huidskleurige is dat wel leuk. Maat S. En ik dacht, hoe tof is dit zo in combinatie. Maar om de outfit nog helemaal af te maken, heb ik er ook nog schoenen bij besteld. Ja, kijk nou. Dit lijkt op die Alexander McQueen's. Gewoon wit met een oranje achterkant. En dan dit. En dit. Misschien een beetje heel veel kleur, maar het matcht wel allemaal met elkaar. Dat vind ik zelf echt super leuk, ook in de zomer. Dus dit outfitje. En ik ben echt benieuwd of deze ook past. Volgens mij heb ik deze ook in de maat, ja, 40. Ik heb normaal 39. Soms met sneakers 40, maar eigenlijk altijd 39. Maar volgens mij zei Esmee ook in haar video dat het best wel klein viel. En dat zij een maat groot had besteld. En dat dat wel paste. Dus dat heb ik ook gedaan. De kwaliteit ziet er ook wel echt super goed uit. De schoenen heb ik dus in de maat 40 en waren 21 euro. Het fietsbroekje was, heb ik in de maat S en die was maar 5 euro. Yay! Kijk nou hoe leuk. Dit is echt een floor outfitje. Dit is toch top? Hier ben ik echt blij mee. Het shirtje zit gewoon heel erg goed. Het is dus een t-shirt dress. Mooi lang bij de mouwen. Vind ik heel erg tof. En ja, het broekje zoals ik zei schijnt reet door zoals ik al dacht. Dus daar moet ik echt een andere onderbroek om doen. Maar de maten zo zit echt goed. Alleen, ja, ik weet niet. Omdat het dus katoen is, zeg maar, vind ik het stofje wat minder. Maar goed, zo, als het een beetje zo zit, vind ik het wel echt heel erg tof. Eigenlijk hoort de jurk zo. Maar goed, dat is, ja, niet echt bij dit broekje ook heel erg leuk. En ik moet zeggen, voor een t-shirt dress vind ik het matig, want hij zit aan de ene kant hier heel erg strak, maar hier zit het heel los, waardoor het een beetje gek eruit ziet. Of hij had volledig strak moeten zijn, of volledig los. Nu vind ik het hier een beetje een mengelmoes, waardoor het hier baggy zit en hier strak. En ja, dat weet ik niet. Dus als het een beetje zo zit, vind ik het eigenlijk wel heel erg tof. Of een knoop erin vind ik ook heel erg cool. Dus ja, hier ben ik sowieso heel blij mee. Hier ben ik blij mee. En de schoenen ben ik ook mega blij mee. Kijk nou, dit is toch echt een te leuk setje. Ik ben trouwens ook heel blij dat de schoenen, dat ik die in een maatje groter heb gedaan. Ik heb ze dus in een 40.
Want het zit nu al een beetje dat ik denk, nou, had geen maatje kleiner moeten zijn. Dus ja, koop voor schoenen echt een maatje groter dan dat je normaal hebt. Maar hier, dit outfitje is echt een floor outfit. Echt oprecht weer helemaal blij mee. Oh, kapot. Ja, dit vind ik ook wel gewoon heel tof voor gewoon thuis om te chillen. Dit is een joggingbroek, gewoon een zwarte. Maar wat ik zo mooi vind is dat hij aan de onderkant, als het goed is, wel aansluit aan je benen. Waardoor het een beetje poffy valt. En dan heeft hij gewoon zo'n regenboogzijkant. Wat ik ook wel weer heel erg tof vind. Dus ja, ik ben benieuwd hoe deze staat. En gewoon voor chill thuis vind ik het wel tof. Maar eigenlijk kun je het ook wel heel stoer naar buiten dragen. Gewoon met een witte crop top of zo. Even kijken, de broek was 14 euro en heb ik in een maatje S. Dan is dit de joggingbroek. En ik moet zeggen, met zo'n shirtje erboven vind ik het niet echt. Dan zou ik het eerder ook knopen. Maar de broek is maar echt te groot. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar goed, voor thuis vind ik dat niet zo heel erg. Het lijkt misschien niet zo. Maar hij is wel echt te groot. Hij hoort ook een beetje wat hoog te zitten. En dan zeg maar zoals die kant te vallen. Maar ja, je ziet gewoon dat dat veel te groot is bij mij. Het accentueert gewoon niet zo mooi. Het lijkt een beetje een Aladdin broek. Maar ik vind zeg maar het model gewoon... Het was heel tof geweest, maar het zit gewoon net niet bij mij. Yes, dan heb ik nog een wit, of een nog één. Ik had een zwarte, maar ook precies hetzelfde in het wit. Een spijkerbroekje. En ook deze heeft gewoon scheuren en ziet er gewoon super goed uit. Voelt ook heel mooi qua kwaliteit. En de onderkant heeft ook een beetje van die rafels, wat ik zelf wel heel erg stoer vind. Mooie zakken. Ja, deze hoop ik echt dat het past, want ik heb nog geen wit broekje. Deze was 11 euro en heb ik in een maatje S. Dan is dit het witte broekje. Ik moet zeggen, beide broekjes zijn de rits best wel stroef. Maar als je dit zo omhoog trekt en dan de rits doet, dan lukt het wel. Deze zit eigenlijk ook weer gewoon perfect. Zoals je ziet, mijn kont steekt er niet onderuit. Dat vind ik wel echt super fijn. En verder, zelfde hoogte, zelfde stretch. Hij zit als hij aan is echt als gegoten en gewoon super fijn. En ik vind... De scheuren en zo ook wel echt een mooi detail. Dus ja, deze broekjes ben ik wel echt heel erg blij mee. Echt heel chill. Dan iets wat ik echt heel erg nodig had, of heb eigenlijk. Een bikini. Ik heb namelijk nog wel heel wat bikinis, maar die pas ik dus niet meer. Dus ik had nieuwe nodig. Dus ik heb wat besteld. Holy moly, deze ziet er best wel breed uit. Maar wel heel leuk. Ik kan altijd de vulling er nog uithalen. Dit is het topje. Ik moet zeggen, hij voelt cheap, maar ook weer goed. En dat klinkt heel tegenstrijdig, maar ja, het stofje is heel erg dik, dus dat is wel chill. Maar hoe het zo in elkaar zit, ik weet niet. Dit ziet er gewoon best wel een beetje cheap uit, vind ik. Topje en achterkant kun je dus strikken. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dit is het broekje. Even kijken. Oh ja, dit is wel gewoon een simpel broekje. Ik hoop dat ik die pas. Het is geen string, maar het is ook niet dat het je hele kont bedekt. Dat vind ik ook niet zo mooi. Het zit denk ik gewoon perfect. Dus dit bikini setje in het wit. Deze set was 13 euro en heb ik in een maatje S. En ik hoop dat dat een goede beslissing was. Nou, de bikini zit best wel heel erg strak. De onderkant trouwens ook. Dat is een beetje jammer, maar ik denk als ik de vulling eruit haal dat het wel beter is. Ja, jammer. Maar zonder vulling zit hij denk ik... Super leuk. En het model vind ik ook echt heel erg leuk. Dit ziet er heel tof uit. Laatst ben ik echt een beetje obsessed met pastelkleuren en tie-dye. Terwijl ik dat eerder heb, dat tie-dye, vond ik echt helemaal niks. Maar nu wel. Dit vind ik echt een bammer. Echt een tegenvaller. Oh nee, hij is zo vet. Nou ja, dit is dus een hele grote t-shirt dress. En op beeld ziet hij er echt super tof uit. Maar in het echt kun je gewoon zien dat het echt een heel dun stofje is waar je doorheen kijkt. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ik moet zeggen dat ik de kleurcombi wel heel tof vind. En het is altijd wel gewoon leuk voor naar het strand of gewoon boven je bikini. Dan is dat altijd handig. Dan deze t-shirt dress. Ik vind hem echt geweldig. De kleurcombi vind ik echt super mooi. Maar zoals ik al zei, schijnt hij heel erg door. Ik weet niet of dat te zien is. Ik heb een witte string aan. Volgens mij is dat zeker wel te zien. Dus ja, ook hier gewoon huidskleur onderdragen. Maar verder vind ik hem echt heel erg tof. En ook gewoon als pyjama of gewoon even chill. Geen broek aan wil of zo. Vind ik dit echt heel erg leuk. Met riempjes is het ook wel leuk. Maar zo vind ik hem eigenlijk toch wel het tofst. En dan gewoon mooi gimpen eronder. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Heel leuk. Deze was 10 euro en heb ik in een maatje S.
Dan iets zwarts. Oh ja, oh dit is leuk. Oh, dit vind ik heel leuk. Dit is gewoon een heel simpel zwart basic topje. Een beetje met dat, ja, hoe noem je dit? Dit stofje hier, wat je nu heel erg veel ziet. En deze bandjes hebben van die ruffles. Ja, dus deze vind ik heel erg leuk. Best wel simpel, maar heel chill. Ziet er goed uit, kwaliteit voelt goed. Er zitten elastieke banden in, dus dat is ook wel fijn. Dus hier heb ik eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Ik denk dat ik die ook wel pas. Deze heb ik in de maat S en deze was 11 euro. Het zwarte topje zit ook echt top. Ik vind het roezeltje hier echt heel cute. Ook dit vierkante effectje, zeg maar, vind ik ook heel erg leuk. En ja, het rekt gewoon echt fantastisch mee. Oh ja, ik weet het al wat het is. Deze vind ik ook super tof. Dit is een shirt. Oh, dit wordt denk ik echt mijn lievelingsshirt. Even kijken. Lekker groot, daar hou ik van. Kijk, het ziet er heel basic uit. Wat staat hier eigenlijk ook? California Dreaming. Dat is ook een liedje en die vind ik heel leuk. Dit. En dan is het gewoon een vet basic wit shirt. Lekker groot. Hou ik van. Dan zit het lekker baggy. En dan kun je een mooi knoopje inleggen of gewoon lekker groot dragen. Ik hou daar echt van. Maar dan zie je de achterkant. Tadaa. Ja, dit vind ik echt wel heel erg tof. Met gewoon een zwart shortje en dan witte Nike's eronder. Hierop staat Summer Adventures California West Coast Surf Riders. Heel erg leuk. Echt mijn favoriete shirtje. Lekker groot ook. Dat heb ik ook expres gedaan. Ik heb deze in een M besteld. Ja, maatje M. En deze was 13 euro. Echt geen geld voor een shirtje, vind ik. Echt super leuk. Lijkt trouwens ook echt alsof deze video gesponsord is door Shein. Want ik ben echt zo excited. Maar nee, dat is het helaas niet. Maar kijk nou, het zit gewoon weer helemaal perfect. Het zit zo goed. Ik vind het zo leuk. Wauw. Dit shirtje als allereerst vind ik echt te leuk met een knoop. De mouwen zijn ook lekker lang. Dat vind ik echt, daar hou ik echt van. Met de kettingen hier zo bij. En dan hier California in het donkerblauw. Het lijkt een beetje zwart. Maar dat donkerblauwe past gewoon weer heel erg goed bij de broek. Dus ja, en dan zie je natuurlijk de achterkant van het shirt. Kijk nou. Beetje moeilijk laten zien. Maar dit is toch helemaal geweldig. Dus ja, dit vind ik echt heel erg tof. Shirtjes ook echt weer helemaal goede maat, helemaal goed. Oké, dan gaan we door naar nog iets. En dit is... Oh ja. Dit is wel heel erg leuk. Ja, ik hou ervan. Ik ben dus helemaal gek op vlinders. Dit is gewoon een lila kroptopje met vlinders. Gewoon zo'n opdruk. Verder heel basic. Eigenlijk niet zoveel over te vertellen. Ik ga gauw wel... een tattoo zetten, dat kan ik al wel vertellen. Ik wil nog wel een beetje geheim houden hoe en wat. Maar goed, als ik dat nu vertel bij dit item, kun je het misschien al raden. Maar het heeft een hele goede betekenis en een hele mooie betekenis. Ook heel krachtig, maar dat ga ik dan wel filmen en vertellen. Maar goed, daarom vond ik deze ook heel erg tof. En ja, ik vind deze echt leuk. Ook een leuk kleurtje. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Volgens mij was deze ook rete goedkoop. Maatje M heb ik hem. Oh, heb ik hem in de M? Ik dacht het is crop top, dus ik doe hem wat groter. Eigenlijk wat chill. Maar goed, maatje M en deze was 8 euro. Ook dit shirtje zit er echt super goed. Ik ben echt zo verbaasd hoe alles zit. Kwaliteit vind ik echt top aanvoelen. Echt super. En dit sluit gewoon heel erg mooi aan. Ik ben blij dat ik een M heb gedaan. Want met een S had het misschien nog wat hoger. Ik vind het zojuist wel heel erg chill en fijn. En het rekt gewoon super mee. En ik weet niet, hier ben ik ook mega blij mee. En ook leuk gewoon met hier kettingen nog om. Oeh, heel leuk. Zoals ik net al zei, had ik nieuwe bikinis nodig. Dus ik heb hier een superleuke, ja, panter top. Ik hoop dat ik hem pas. En anders haal ik weer de vullingen eruit. Deze ziet er wel echt super mooi uit, moet ik zeggen. Dus dat is echt top. Dus een panter topje en daarbij een broekje. En even kijken, deze is ook een beetje high-waisted. Dat vind ik ook wel echt super mooi. En de achterkant is zo. Dus niet helemaal over je kont, maar ook niet als een string. Leuk setje. Hier ben ik heel erg benieuwd naar hoe die aanstaat. Daar ben ik altijd wel een beetje bang voor. Dat moet altijd gewoon net passen. Deze heb ik in een maatje S. En deze was 13 euro, dit setje. Dus ook geen geld. En dan heb ik nog deze bikini. En die zit echt als gegoten. Heel erg blij mee. Zit gewoon super chill. Mooi. Dat het printje vind ik ook heel erg mooi. En broekje zit ook gewoon super goed. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En dan komen we aan bij het laatste item waar ik oprecht het meest benieuwd naar ben van alles. En ik hoop zo erg dat ik hem pas. Oh, dit is zo mooi. Please, laat mij dit passen. Oeh,
broeken. Spijkerbroeken stinken altijd zo erg. Echt naar chloor of zo. Ik vind dat zo vies. Oeh. Maar kijk nou, hoe tof. Oh, dit moet ik passen. Toch? Kijk, de two-toned... Two-toned jeans. High-waisted. Ja, hier hou ik van. Hij heeft ook wel wijde pijpen. Dat vind ik ook wel echt tof. Dus hij is wel een beetje uitlopend. En de achterkant heeft ook gewoon zakken. Maar ik hou van dat two-toned. Ik vind dat zo cool. Dus hier ben ik heel blij mee. Ik hoop dat ik hem pas. Ik had toevallig laatst bij Naked nog een eentje meegenomen. En die had ik in de maat 34. Want ik werkte in de kledingwinkel. En dat was de laatste maat die we nog hadden. En normaal wel maat 36. Dus ik dacht, nou op de gok, 34, let's go for it. Maar goed, dat was iets te fanatiek. Want ik paste er uiteraard totaal niet in. Dus die heb ik weggedaan. En nu heb ik dus deze. En ik hoop dat ik hem pas, want dan is het wel een goede deal. Want volgens mij was hij ook helemaal niet zo duur. Ik ga even kijken. Deze was... Trouwens, was helemaal nog niet het laatste item, zie ik nu. Er komt er nog één. Ha, grapje. Deze was 19 euro en heb ik in een maatje S. De broek zit ook als gegoten. Heel erg blij mee. Hij zit zelfs echt perfect. Niet te veel over hier qua stretch, maar er zit wel gewoon heel veel stretch in. Ik ging er ook heel makkelijk in. De pasvorm is echt perfect. Het sluit gewoon heel erg mooi aan de bovenkant. En de onderkant loopt gewoon heel erg tof uit. Zoals je kan zien, gewoon een wijde onderkant. En ja, ik vind dit, het zit ook trouwens net boven mijn navel, dus lekker high-waisted. Daar hou ik echt van. En dit outfitje zo bij elkaar is echt helemaal leuk. Helemaal content mee. Trouwens, als ik deze los doen, is het een heel groot shirt. Maar dat vind ik ook heel erg tof. Dus hier ben ik echt weer mega blij mee. Wauw. Nou, en dan komen we alweer aan bij het laatste item. Nu echt. En dat is dit te leuke topje. Oh my god, deze vind ik leuk. Dit kleurtje, enig. Kijk, dit is het topje. Dit zie je nu heel erg veel. Hij kan zo gedragen worden, maar hij kan ook zo gedragen worden. En hij is een beetje, ja, lichtblauw is die. Met roze roosjes en gele roosjes. Vind ik heel erg mooi. En hier weer dat stofje. En aan de onderkant een soort peplum effectje. En dan heeft hij nog hier van die touwtjes, waardoor je het een beetje cute kan strikken. Dus hier ben ik wel echt heel erg blij mee. Dit vind ik echt een heel leuk topje. Deze was 13 euro en heb ik in een maatje S. Dus nice. Dit is het eerste topje wat ik aantrek. Deze vind ik echt perfect. Hij zit echt super goed. En ik weet niet, hij... Ja, ik heb eigenlijk niks over te zeggen. Ik vind hem echt heel erg leuk. En je kan hem dus ook zo dragen. Vind ik ook heel erg schattig. Maar zo vind ik het toch echt wel het leukst. Ik moet zeggen, ik heb nu geen BH aan. En ja, het hoort zeg maar wel echt zo te zitten. Waardoor je hier dat rondje hebt. Maar bij mij gaat het een beetje zo zitten. Dat dit zeg maar voor de helft dit stofje is. En voor de helft dit. Dat is denk ik nog erger als je een BH aan hebt. Maar ik vind het niet zo heel storend. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Hij zit echt perfect en super cute. Nou, ik ben echt mega tevreden over de items. Ik vind het echt allemaal heel erg mooi. En ik verbaas me echt over de kwaliteit. Sommige items iets minder. Maar over het algemeen vind ik het echt wel super goed. En vooral voor de prijs. Dat is echt top. Dus ik ben heel erg blij. Vond jij het nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Zou ik heel erg leuk vinden. En alle items staan in de beschrijving gelinkt. Mocht jij nog interesse hebben of een kijkje willen nemen. Nogmaals, ik heb dit zelf gekocht. En dit is dus geen samenwerking. Dus ik heb ook geen kortingscode voor jullie. Maar er zijn genoeg mensen die nu wel een samenwerking met Shein heeft. En dus een kortingscode heeft. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie tot de volgende video. Bye!